Hallo mensen en welkom terug bij Rollercoaster Tycoon 3. Ik ben Christophe en we gaan proberen vandaag Tycoon te worden. En als het vandaag niet lukt, dan is het voor de volgende keer. Maar om Tycoon te worden moeten we nu een minimale pretparkwaarde te halen van 100.000 euro. En we hebben nu als pretparkwaarde 65.000 euro. Dus ik denk niet dat dat Tycoon worden voor vandaag zal zijn. Maar we gaan ondertussen beginnen met bouwen. Ik weet niet of dat ding al aanstaat. Het ding staat nog niet aan. Dit heb ik de vorige keer hier gezet. Maar nu gaan we dat ding wel aanzetten. We gaan het hierin doen. We gaan er gewoon een keer in doen. Ik doe een observatietoren. Een beetje saai. We gaan het tempo nu op zeer snel vooruit zetten, omdat ik die 60.000 euro, 100.000 euro zeer graag wil behalen. En dat ik anders een beetje lang in deze aflevering zal zitten. En check al die attracties gaan, nu dat ik dat op snel vooruit zet. Pop, echt snel. Echt snel, oké. En nu dat de molen er is, zetten we weer op normaal. Wacht. Blijft dat ding niet draaien? Hoe zit dat? Oké, we gaan eens kijken. We vragen voor deze attractie 3 euro. Minimale wacht, ik doe het weg. 3 euro voor deze attractie. Ik vind dat een mooie bedrag. Ik vind dat een mooie euro. Voilà. 3 eurotje. Gevraagd. We gaan er wat hechtjes rond doen. En we gaan er even een toilet neerzetten. De toilet plaatsen we bam, hier zo. Wat is dat? Wacht, wacht. Oké. Ik had weer een bericht. Sorry. Ik moet er al blijven. Cool. We gaan er dus nu wat hekjes rond plaatsen. Hekjes en bosjes. Lekker. Dit is altijd mooi. Sorry. Mooi. Sorry. Mooi. Kleine hekjes. Kleine hekjes, die plaatsen wij. Wat is een klein hekje? Klein hekje. Waar is mijn klein hekje nu? Klein hekje is hier. Klein hekje is hier. Pop. Klein hekje is hier. We plaatsen niet allemaal kleine hekjes rond. Dit is eigenlijk een standaard park dat je ziet. Dus niet zo iets thema achter. Dit is gewoon een standaard park. Dus we gaan het ook standaard decoreren. En dan is het kleine hekjes en dan heb je volgende rond. Meer is dat niet. Voilà, zo. Echt zo om die attractie gaan. Wacht, dat gaat ook bij de pijl. Voilà. Hier zie je, dat gaat echt zo rond die attractie. Dat is mooi. Dat is weer al wat meer parkwaarde, zoals je kunt zien. Als we die kleine hekjes. Oh, sorry. Dat is het niet. Pijl. Oh, sorry. Oké. Goed, wij gaan wat plaatsen. En dat gaan we plaatsen. Oké. En het is nu goed zo. Het is genoeg geplaatst van hekjes. En we gaan eens kijken. Ik pak mijn huiswerk niet goed. We gaan eens nu kijken naar ons parkwagen. Of dit al een beetje gestegen is. En het is al een beetje gestegen. En we kijken of we dat gaan doen. En dan gaan we draaien. Check die even rijden. Ja, eigenlijk is dat wel een leuke attractie. Maar we gaan er niet meer in gaan, want we hebben er al eens in geweest. Dus we gaan er jammer genoeg niet meer in gaan. En als je er graag nog eens wilt ingaan, gaat dan naar een vroegere video. Die hebben we echt ook een geweldige attractie. Ja, nee. Die hebben we echt ook een geweldige attractie. Deze attractie heeft geen naam. Ik denk dat ik geen naam heb. Dat is toch een pak. Goed, we gaan een keer een nieuwe attractie plaatsen. We gaan eens kijken wat we hebben. Een armbaan. Daar is misschien weinig plaats voor. Maar een waterattractie is heel goed, want een waterattractie verhoogt de landwaarde. We hebben geen waterattractie.
een glazen hoofdbaan. Ik heb zo'n idee om hier zo'n kermis te maken. Ik plaats hier een geweldig pad zo, en we gaan hier zo echt op dat pad zo'n kermis maken. Een echt kermis met allemaal attracties. Voilà, zo simpel is dat. Zo simpel moet dat zijn. Zo simpel kan het zijn, en we plaatsen een paar attracties. We hebben al een eerste attractie voor de kermis. We plaatsen dat er gewoon naast. Hier zo. Voilà. Hier. Ingang hier. Uitgang daar. Gewoon zo. De lelijke grijze kleur van de ingang mag blijven. Ook al. De lelijke grijze kleur mag blijven. We gaan deze attractie op de bezetting zetten. Minimale wachttijd weg. Maximale wachttijd ook weg. En we gaan deze attractie natuurlijk eens testen, want ik ben benieuwd hoe deze attractie gaat gaan. En daar gaan wij voor een puntje. Dit was de attractie. Ik vind het eigenlijk een beetje een korte attractie, dus gaan we deze attractie 3 rondjes geven. Omdat het een korte attractie is. Dat is wel een korte attractie. We gaan deze attractie open doen en we gaan kijken naar. We gaan er 4 euro voor vragen. 4 euro nog op de liefde van geld. Zo, 4 euro voor deze attractie. Attractie open. Dan noemen we de vlieger. De vlieger. Voilà, we gaan even kijken naar de parkwagen. Oftewel de parkwagen. We gaan dit ook veranderen. Dat hekje gaan we gewoon veranderen naar het lelijk ijzerhek. Voilà, dit is echt op kermis lijken. Dit moet op kermis lijken. Goed. 72.000 euro, we gaan nog een attractie te plaatsen, kijk wat we hier hebben. We plaatsen dat hier. Ingang hier, uitgang daar, en we plaatsen hier zo'n lelijk rechtpad. En een pijl. We gaan hier 3 rondjes. 3. Volle bezetting. 2. Volle bezetting. En ik ga dat natuurlijk ook weer eens testen. We gaan dat gewoon nog snel eruit doen. Om de juiste prijs voor deze attractie te kunnen weten. En de juiste prijs voor deze attractie is 3 euro. 3 euro voor deze attractie. En we gaan dat ook een naam geven. En dat is een boxhoutje kermis. En met deze attractie eindig ik deze review. Hopelijk heb je genoten van deze review. En zie ik jullie de volgende keer weer terug met een nieuwe review van Rollercoaster. Tot dan. En doe alvast tegen dat blauwe duimpje omhoog. Daa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 a